Hey, hey, what is hey, it? Hey, hey, Fantastisch. Gijs van Duivenbode is directeur van het Deventer Filmfestival. Gijs is vandaag hier bij ons. Hallo Gijs. Hoi. Hoi. Gijs, jij hebt wel iets heel bijzonders naar je festival weten te halen. Hè? Ja, dat kun je wel stellen, ja. Oh, Boema. Zet de trommel maar even neer en kom maar even hier zitten. Zet maar neer. Wil die niet? Goed. Ja, hoor. Ja. Kom maar. Kom maar hier zitten. Oh, daar komt hij al. Nou, Gijs, vertel het maar. Ja, dit is Obuma. Mm-hmm. Obuma is een originele Yarobe. En hij is tevens de maker van de film waarvan we net een fragment hebben gezien. Yarobes zijn dus een stam die zowel in West-Afrika als in onze streken voorkomen. Mm-hmm. En eigenlijk zijn ze de enige directe link, zeg maar, tussen de Afrikaanse cultuur en de cultuur van het Westen. En waar heb je deze gevonden? Deze komt uit Afrika? Nee, deze komt uit Amsterdam-Oost. Dat is ook de hele problematiek van deze zogenaamde witte negers. Hè. Yarobes zijn witte negers. Dat ze in Afrika zijn ze vanwege hun huidskleur kunnen ze niet helemaal goed meedraaien. Mm. En hier, ja, omdat toch ze in hun hart, zeg maar in hun soul, ze volkomen zwart zijn, krijgen ze natuurlijk in het Westen ook te maken met allerlei vormen van kleine discriminatie. En hoe voel jij je nou hier in Nederland, Obuma? Ja, kut eigenlijk. Omdat je hier toch je... je waar je nu roots hebt liggen. Maar daarom verder... Waar ik eigenlijk vandaan kom, daar moeten mijn oorspronkelijke roots aan leggen. Nou ja, kijk, je hebt hier natuurlijk alle faciliteiten die bij deze tijd horen. Als kleuren tv's en wasmachines en hij is er en zo. En je hebt allerlei mensen, maar af en toe dan slaat een soort melancholie over je. Dan, dan denk ik, ik moet weer terug naar mijn echte roots toe. En dan krijg ik het wel eens benauwd. Maar ja, dan krijg ik toch als troost aan mijn eigen. Dat je toch niet van jezelf kan gaan eisen. Dat je dan weer in een boomhut zou moeten gaan wonen of zo. In de schijntijd dat mijn vader nog een van oorsprong een stamhoofd is. Maar ja, om naar die taal weer te gaan leren en dan Purusukataya tegen je vader te gaan zeggen om dat te leren. En Mikita Sayanuta tegen je moeder en zo. En ga er maar aan staan, want ik heb nog opa's en oma's ook. Dat zou een mooie boel worden. Dus... Goed, jij hebt een film mogen maken. We gaan nog even naar een fragmentje kijken, geloof ik. Obuma, waarom zwarte negers? Waarom zwarte negers? Omdat zwarte negers als het ware mijn mijn innerlijke gevoelens beter verantwoorden naar de kijker toe. Mm-hmm. Kijk, zij gaan dus het zee gaat uit in de... komen zij dus de zee op
En hebben dan die tragische symboliek dat zij niet weer wijder zullen keren of juist wel. Het is de symboliek van vertrekken en weer terugkomen. Maar of dat zo is, dat is in een heel mens zit dat verborgen. Hè? Het weggaan en het schuilen en het weer terugkomen, hè? Je te verbergen. Witte Negers van Obuma Sesetoku is vanaf aanstaande zaterdag dus te zien op het filmfestival in Deventer. Gijs van Duivenbode, jou moet ik hartelijk bedanken. Jou natuurlijk ook, Obuma. Vond hij het leuk om deze film te maken? Vond je het leuk, Obuma? Ja en nee. Ja. We gaan in ieder geval nog even kijken naar het prachtige, tragische slot van deze film Witte Negers van Obuma Sesetoku.